Welkom bij deze instructievideo. De bedoeling van deze instructievideo is de zorg van je patiënt verbeteren. Door beter te begrijpen wat je doet, ga je een betere diagnose stellen en daardoor beter je patiënt behandelen. Deze video gaat over het gebruik van longechografie. Zo wordt uitgelegd door Maarten Kiel. Maarten was bij ons in de opleiding en was technisch zeer onderlegd. Hij had echo zeer snel onder de knie, zo ver zelfs dat hij het beter kon dan zijn opleider. Welkom op deze presentatie over echografie van de long. Deze presentatie is bedoeld als een theoretische introductie alvorens te starten met de praktijk. Een uitstekend naslagwerk is het boek Lung Ultrasound in the Critically Ill, geschreven door Lichtenstein. Lichtenstein is een Franse intensivist en een van de pioniers die echografie van de long heeft geïntroduceerd op intensieve zorgen. De bedoeling vandaag is om een aantal dingen bij te leren. Ten eerste gaan we zien dat ondanks dat de long bijna volledig uit lucht bestaat, echo toch uitstekend geschikt is om naar de long te kijken en dan zeker naar een zieke long. Ten tweede, ja, alvorens we kunnen beginnen, moeten we natuurlijk begrijpen hoe de echo werkt en hoe we bepaalde instellingen kunnen aanpassen en wat die instellingen doen. Ten derde zou je op het einde van deze presentatie in staat moeten zijn om een normale long te herkennen op echo en ook verschillende ziektepatronen in de long. En tot slot hoop ik jullie te overtuigen van de superioriteit van echo van de long ten opzichte van RX-thorax. Ik kan alvast beginnen met goed nieuws. Echografie van de long is gemakkelijk. Dit is een kleine studie in een universitair ziekenhuis in Singapore, waar men aan niet-artsen echo van de long heeft aangeleerd. Dus aan respiratory technicians. En ze waren begonnen eerst ook met een theoretische cursus en dan een hands-on sessie. Daar zie je dat de techniek heel gemakkelijk is. En na een negental scans waren de deelnemers eigenlijk in staat om zelfstandig echo van de long uit te voeren. En bovendien zie je dat ze slechts een 12-tal scans nodig hadden om correct een normale en een zieke long te identificeren op echo. De drempel om dus te starten met echo van de long is dan ook heel laag. Op het eerste zicht worden we natuurlijk met een probleem geconfronteerd. De long bestaat namelijk bijna voor 100% uit lucht. En echografie stelt ons niet in staat om door lucht te kijken. Dit wil zeggen dat bij een normale long ongeveer alle echosignalen weerkaatst worden op de pleura. Dat is waar de overgang is van vocht naar lucht. Maar wat gebeurt er nu als er zich ziekteprocessen afspelen in de long? Wel, die brengen eigenlijk vochten in de long. En hierdoor verandert de verhouding lucht-vocht in de long. En dat kunnen we eigenlijk gebruiken om verschillende pathologische patronen in de long te onderscheiden van elkaar. Hierop is echografie van de long dus gebaseerd. Een klein nadeel hiervan is dat alles wat zich in de long afspeelt en niet tot tegenaan de pleura komt, we dus ook niet kunnen zien. Nu, we gaan verder zien dat dat eigenlijk zeldzaam is en dat de meeste pathologische processen zich voortzetten tot aan de pleura. Voor we kunnen beginnen, moeten we natuurlijk het toestel zelf kunnen bedienen. In tegenstelling tot de Space Shuttle zijn er gelukkig maar 6 knoppen die we moeten kennen. Ik heb hier nu een voorbeeld gegeven van één specifiek toestel, maar deze knoppen zijn natuurlijk op elk echo-toestel terug te vinden en ze doen ook op elk echo-toestel hetzelfde. We beginnen rechtsboven. Daar kunnen we de gain terugvinden. Wat doet de gain eigenlijk? De gain is eigenlijk een versterker. Hiermee kunnen we de amplitude van de terugkerende geluidsgolven vergroten of verkleinen. Hiermee kan je dus het signaal versterken. Maar het nadeel is dat je daarmee ook de achtergrond, dus de noise, ook gaat versterken. Als tweede hebben we de focus. Dit is eigenlijk het punt dat we kunnen instellen. Dat is eigenlijk een horizontale lijn.
En op die lijn gaat de laterale resolutie, dat wil zeggen de mogelijkheid om twee punten te onderscheiden van elkaar, het hoogst zijn. Dus we stellen die lijn in op de plaats waar we willen kijken. Dat zal voor echo van de long eerder dicht bij de probe zijn. Dan kunnen we de diepte aanpassen in centimeter. Vervolgens hebben we de mode. Standaard kijken we in B-mode. B-mode is het klassieke 2D-echobeeld. Maar we kunnen ook in sommige situaties kiezen voor M-mode. En daar gaan we later nog wel op terugkomen. En hierbij zetten we eigenlijk één lijntje uit het 2D-beeld uit in functie van de tijd. Dat heeft bepaalde voordelen, zoals de resolutie die dan veel, veel groter wordt. Maar daar gaan we later wel op terugkomen. Dan aan de linkerkant kunnen we nog de frequentie kiezen. Die is in de eerste plaats natuurlijk afhankelijk van het soort probe dat je gebruikt. Maar binnen één probe kan je vaak dan nog met de frequentie spelen. Wat wil dat zeggen? Stellen we die hoog in en dan krijgen we hoogfrequente geluidsgolven. Die penetreren natuurlijk niet diep in het lichaam, maar die zorgen er wel voor dat we dicht bij de probe dan een heel hoge resolutie krijgen. Willen we dieper kijken, bijvoorbeeld willen we naar de vena cava kijken, dan gaan we de frequentie verlagen en dan gaan we geluidsgolven krijgen die dieper penetreren in het lichaam. Tot slot kunnen we nog het soort probe kiezen. Er zijn twee grote probes die gebruikt worden voor echo van de long. Dat is de microconvexe probe, die hier staat afgespeeld. Of we kunnen ook de klassieke abdominale probe gebruiken. Zo, we begrijpen nu hoe ons echotoestel werkt. Dus nu kunnen we beginnen. En meestal voor een echo van de long laat ik de patiënt in halfzittende houding plaatsnemen. De probe nemen we vast zoals een pen, dus zacht in de hand, met de hand zelf ook tegenaan de patiënt. Dat voorkomt eigenlijk dat je gaat afschuiven met de probe of dat je te hard gaat duwen met de probe. Hard duwen op de probe heeft totaal geen zin. We gebruiken daarvoor een echogel om dus geen last te hebben van lucht die zich tussen de probe en de patiënt zou kunnen bevinden. En dan als eerste screening zijn er eigenlijk drie grote punten die ik ga bekijken. Het staat eigenlijk linksonder afgebeeld. We plaatsen de hand met de pink tegenaan de clavicula en de vingertoppen op het sternum. Het eerste punt bevindt zich dan tussen de derde en de vierde vinger aan de basis. Dit punt komt grotendeels overeen met de bovenkwab. Leggen we daar een tweede hand tegen, zoals afgebeeld, gaan we het tweede punt onder de handpalm vinden. Dit komt ongeveer overeen met de middenkwab. En het laatste punt bereiken we door de patiënt lichtjes te laten wegdraaien. En dan eigenlijk een lijn te trekken die vertrekt vanuit het onderste voorste punt en dan eigenlijk doorloopt naar posterieur. En op die lijn gaan we dan posterieur onze probe plaatsen. Zoals we verder in deze presentatie nog gaan zien, is dat het punt waar we pleuravocht gaan kunnen opsporen. Wat dan nog belangrijk is om te vermelden, is dat de probe, op elke probe zit een merker. En die gaan we eigenlijk bij conventie telkens richten naar craniaal, dus naar boven toe. Als we dan bepaalde afwijkingen terugvinden, gaan we natuurlijk ergens moeten beschrijven waar dat we die teruggevonden hebben. Vanuit de ERS is het voorstel gekomen om de thorax in te delen in verschillende zones die hier afgebeeld staan. Twee anterieur, twee lateraal en drie posterieur. Zowel voor links als voor rechts. Hoe ziet nu de normale long eruit op echo? Wel, er zijn een viertal grote tekenen die we nu kort gaan overlopen. Links zie je in beeld het echobeeld dat je krijgt. Dus als je de probe tussen twee ribben zet, de merker naar craniaal toe. Wat zien we dan eigenlijk? We zien de twee ribben met de slagschaduws. En daartussen zien we dan de pleuralijn. Dus die witte lijn
die van de ene rib naar de andere rib loopt. Dat wordt dan omschreven als de bad sign. Dus met wat verbeelding kan je daar een vleermuis in herkennen. Echo en de long zijn natuurlijk dynamische processen. En het tweede teken, de lungsliding, is hierop gebaseerd. We kunnen eigenlijk met de ademhaling het schuiven van de viscerale en de parietale pleura over elkaar waarnemen op echo. Dus zoals je kan zien in het filmpje, we zien duidelijk de vleermuis. En daartussen, tussen de twee ribben, zien we de pleuralijn. En daar zie je eigenlijk een soort van fonkeling, een heen en weer schuiven van de pleurabladen. Het derde teken van een normale long zijn de zogenaamde A-lijnen. En wat zijn dat eigenlijk? Dus we hebben daarnet al gezegd, de meeste geluidsgolven worden weerkaatst op de pleura bij een normale long. Wel, je kan dus reverberaties krijgen tussen de sonde en de pleuralijn. En dat geeft precies pleuralijnen die terugkomen in de diepte. Dat zijn A-lijnen. Tot slot kunnen we ook naar de normale long in M-mode kijken. Dus M-mode even herhalen. We hebben het 2D-echobeeld van de B-mode. Nemen we daar één lijn uit en zetten we die uit in functie van de tijd, krijgen we de M-mode. En als je dat op de normale long zet, dan krijg je een soort van horizontale parallele lijnen met dan de sterke pleuralijn. En dan daaronder een soort van korrelig beeld. Dat wordt ook wel eens het seashore sign genoemd. Dus samenvattend, de normale long op echo. Wat gaan we allemaal terugvinden? Dat is vleermuisteken, lungsliding en A-profiel. Dat zijn eigenlijk drie basispatronen die we telkens gaan opsporen. En dan eventueel optioneel in M-mode de seashore sign. Dus we weten nu hoe de normale long eruit ziet op echo. Kunnen we nu eigenlijk beginnen met te kijken naar pathologische patronen. En het gemakkelijkste is om te beginnen bij het tegenovergestelde van lucht, namelijk vocht. Als er iets is waar echo extreem goed voor geschikt is, dan is het wel opsporen van pleuravocht. Waar gaan we pleuravocht opsporen? Wel, dat is op dat posterieur punt dat we daarnet gedefinieerd hebben. Dat wordt ook wel het PLAPS point genoemd. Dat staat voor posterior endolateral alveolar endopleural syndroom. Maar onthoud gewoon PLAPS. En elk pleuravocht kan eigenlijk afgebakend worden door vier lijnen. Namelijk één lijn op de parietale pleura, één lijn op de viscerale pleura en dan telkens één lijn op de binnenkant van de rib. Dit vormt dan het quad sign. Zetten we dan onze M-mode aan om naar het pleuravocht te kijken, dan kunnen we eigenlijk meestal het sinusoïd sign opsporen. Dat is 100% specifiek voor pleuravocht. En dan is eigenlijk de viscerale pleura die je kan zien op en neer bewegen in het pleuravocht. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat de long nog mobiel is. Dat we niet meer sterk geloculeerd of echt extreem NPM zitten bijvoorbeeld. De superioriteit van echo ten opzichte van RX-thorax voor het aantonen, detecteren van pleuravocht is eigenlijk al heel lang gekend. Dit is een heel oude studie. Waarbij men echo met RX heeft vergeleken. En voor RX gingen ze heel ver. Dus er waren PA-opnames, laterale decubitus. En bij twijfel gingen ze zelfs over tot fluoroscopie. En echo bleek natuurlijk superieur voor het opsporen van pleuravocht. Maar wat dan vooral interessant is, is dat echo vooral in staat is om heel kleine hoeveelheden pleuravocht op te sporen en dat de RX eigenlijk zelfs tot 250 milliliter pleuravocht kan missen. De gouden standaard die hier gebruikt was, was thoracosynthese, dus alle patiënten kregen sowieso een drainage.
Hier hebben we dan een aantal voorbeelden van soorten pleuravocht die we kunnen terugvinden. Anechogeen pleuravocht, dus dat niet tekent op echo. Je kan ook zien dat je in staat bent om heel kleine hoeveelheden pleuravocht op te sporen, zoals rechtsboven. Waar je links de long ziet, rechts het diafragma met daaronder de lever. En dan daartussen een heel kleine hoeveelheid pleuravocht, die dan ook veilig aan te prikken is. Vervolgens linksonder geloculeerd pleuravocht. Dit was bij een patiënt met een mesotelioom. En dan tot slot rechtsonder zien we het echogeen pleuravocht, zoals we typisch gaan vinden bij bijvoorbeeld parapneumonische effusies of empyemen. Tot slot kunnen we het plapspunt ook nog gebruiken om een inschatting te maken, een grove inschatting van de hoeveelheid pleuravocht die aanwezig is. En dat is eigenlijk door de afstand te meten tussen de parietale en de viscerale pleura op het plapspunt. En dat correleert dan grofweg met een bepaalde hoeveelheid pleuravocht, zoals je links kan zien. Dus samenvattend voor pleuravocht, we gaan het plapspunt gebruiken om pleuravocht op te sporen. Anatomisch is dat de meest logische plaats om pleuravocht terug te vinden. Pleuravocht ziet er op echo, wordt gedefinieerd door het quad sign of het sinusoid sign. De meeste pleurale effusies zijn anechogeen, zelfs ook exudaten. We kunnen de PLAPS-index gebruiken om een ruwe schatting te maken van de hoeveelheid pleuravocht die aanwezig is. En echo is duidelijk superieur ten opzichte van RX-thorax en zeker RX-thorax aan bed voor het aantonen van pleuravocht. Zo, we hebben nu net pleuravocht bekeken. Dus een situatie waar we zitten met 100% vocht. Nu gaan we naar het pathologisch proces dat eigenlijk bestaat uit veel lucht met een beetje vocht. En dat noemen we het interstitieel syndroom. En wat is het interstitieel syndroom op echo? Dat is eigenlijk het beeld dat we krijgen door het pathologisch proces dat leidt tot verdikking van de interlobulaire septa. Dat kan door vocht zijn, dat kan door littekenweefsel of dat kan door inflammatie komen. En dat geeft dan de fameuze B-lijnen op echo. En wat is een B-lijn? Het is belangrijk dat we dat heel goed definiëren. Want er zijn verschillende artefacten die we gaan zien op echo, die lijken op B-lijnen, maar die als we strikte definitie van een B-lijn toepassen, geen B-lijnen zijn. In de eerste plaats een B-lijn, als je die op echo, dat valt onmiddellijk op. Dat is een heel sterk artefact is precies een laserpen die schijnt. Die gaat ook volledig uit beeld. Dus die neemt niet af in intensiteit. Als die A-lijnen tegenkomt, dan wissen de A-lijnen uit. Het is hyper-echogeen. En die gaat ook mee bewegen met de lungsliding. En dat komt natuurlijk omdat we naar de interlobulaire septa aan het kijken zijn die uiteraard ook bewegen met de ademhaling. Wat is nu het pathofysiologisch correlaat van een B-lijn? Wel, in de bovenste tekening zie je eigenlijk de normale situatie, de normale long, voornamelijk bestaande uit lucht. Dat hebben we al gezegd. De meeste echogolven worden dan weerkaatst aan de pleura, waar de overgang is van vocht naar lucht. Maar als we nu een long hebben waarin dat de interlobulaire septa verdikt zijn en dus gevuld met vocht, dan gaan we eigenlijk echogolven hebben die toch daarin kunnen penetreren. Hè? Want die septa komen tot tegenaan de pleura. En dus die echogolven kunnen daarin penetreren en die komen dan eigenlijk in een situatie terecht waarin dat lucht en vocht zich continu afwisselen. En je gaat dus eigenlijk een zogezegd oneindig weerkaatsen krijgen van de geluidsgolf. En dat geeft dan de B-lijn, een hyper-echogene lijn die oneindig doorloopt, dus uit het beeld wegloopt. We
We hebben nu gedefinieerd wat een B-lijn is. Om te kunnen spreken van interstitieel syndroom, moeten we minstens 3 B-lijnen hebben in 1 field of view. We kunnen dan nog het onderscheid maken tussen 2 typische patronen. Enerzijds, zoals we zien bij fibrose, B7-profiel, die zijn gescheiden van elkaar door 7 mm. En dat is ook de anatomische afstand tussen 2 subpleurale interlobulaire septa. En dat komt overeen met de gekende Curly B-lijnen. Of het patroon dat we meer bij ödeem op de long zien, interstitieel ödeem. Dus meer vocht, B3-lijnen, die zijn 3 mm van elkaar. En dat komt echt overeen met matglasverdichtingen op CT. Dus we weten nu wat B-lijnen zijn. We weten wanneer we kunnen spreken van interstitieel syndroom. We kunnen 2 grote profielen onderscheiden, de B7 en de B3-lijnen. Maar wat ons vooral nog verder gaat helpen, klinisch dan, is de zones op de thorax waar we interstitieel syndroom kunnen terugvinden. Klinisch kunnen we dan 3 grote patronen onderscheiden. Vinden we interstitieel syndroom in 1 specifieke zone op de thorax terug, dan spreken we van focaal interstitieel syndroom. Vinden we interstitieel syndroom terug in verschillende zones, anterieur of lateraal, dan spreken we van het klassieke interstitieel syndroom. En vinden we interstitieel syndroom enkel terug in posteriore zones, dan spreken we van posterieur interstitieel syndroom. Nummer 2 en 3 kunnen we dan nog gaan opsplitsen naar het enerzijds typisch pulmonair ödeem. Dat wil zeggen interstitieel syndroom anterieur of lateraal. Dus minstens 2 zones aan elke zijde van de thorax. En bij het longödeempatroon gaan we dan typisch zien dat het interstitieel syndroom toeneemt volgens de zwaartekracht. En dat er ook geen afwijkingen zijn in de pleuralijn. Terwijl interstitieel longziektepatroon, dan zien we niet direct een relatie met de zwaartekracht en zien we vaak ook een pleuralijn die aangetast is, die onderbroken is of die hyperechogeen voorkomt. Voor het posterieur interstitieel syndroom kunnen we dan het onderscheid maken in aspecifiek. Precies een soort van longödeempatroon, maar dat zich dan enkel posterieur bevindt. Dat zien we wel eens bij ARDS bijvoorbeeld. Of ook zoals al beschreven, het interstitieel longziektepatroon. Er zijn dan ook verschillende studies terug te vinden die zich vooral op de spoedgevallen afspelen bij patiënten die binnenkomen met acute dyspnee. Waarbij men echo van de long uitvoert en probeert de patiënten te identificeren die cardiogeen longödeem hebben. Dat werd gedefinieerd op echo als een patiënt die interstitieel syndroom heeft in minstens 2 zones aan elke zijde van de thorax. De gouden standaard hier was de uiteindelijke einddiagnose in de ontslagbrief. Deze meta-analyse hier heeft dan verschillende van die studies gebundeld en daar zie je eigenlijk een heel mooie gecombineerde sensitiviteit-specificiteit van echo van de long voor het opsporen van longödeem van cardiale origine. Men is er dan ook in geslaagd om eigenlijk B-lijnen heel goed te correleren met het extravasculair longwater en ook met de wedge-druk. Als we dan eens echo gaan vergelijken met de klassieke zaken waar we over beschikken op spoedgevallen, voor het opsporen van bijvoorbeeld hartfalen, iets wat wel vaak voorkomt en moeilijk is bij bijvoorbeeld COPD-patiënten. Hoe weet je nu, iemand met een COPD-opstoot, ga je die diuretica geven of niet? Nu gaan we vaak af op RX-thorax, misschien bilateraal pleuravocht, cardiomegalie. Zoals je kan zien, is dat eigenlijk heel slecht, heeft dat een heel slechte sensitiviteit voor hartfalen en ook een heel lage positieve predictieve waarde. Ik zou dan kunnen zeggen, BNP wordt ook heel vaak gebruikt,
Maar opnieuw, BNP is heel goed om hartfalen uit te sluiten, maar heel slecht om hartfalen te voorspellen. Dus samenvattend, elk pathologisch proces dat leidt tot verdikking van de interlobulaire septa zorgt voor het ontstaan van B-lijnen op echo. We spreken van interstitieel syndroom als we minstens 3 B-lijnen in één single field of view hebben. B-lijnen ontstaan van op de pleuralijn. Die nemen niet af in intensiteit, gaan volledig uit beeld en doen A-lijnen verdwijnen. Interstitieel syndroom in minstens 2 zones aan elke zijde van de thorax, dependent met de zwaartekracht, is sterk gecorreleerd met cardiogeen longedeem. En tot slot, ik denk dat echo van de long en het gebruik van B-lijnen, en vooral die klinische patronen die we daarnet gezien hebben, ons vooral kan helpen in patiënten met dyspnee en atypische COPD-patiënten om daar het gebruik van diuretica te sturen. We hebben nu net interstitieel syndroom besproken. De toestand waarin dat we vooral met lucht zitten en een beetje vocht. Dan gaan we nu het alveolair syndroom bespreken. De toestand in de long waarbij er eerder vocht dan lucht is. Het alveolair syndroom wordt gedefinieerd als het pathologisch proces dat ervoor zorgt dat de alveolen zich vullen met vocht. Klassiek hebben we het hier over een consolidatie, zoals we kunnen zien bij een pneumonie, die zich dan op één specifieke plaats in de long bevindt. Op echo kan het alveolair syndroom zich presenteren als een tissue-like sign of een shred sign. Het tissue-like sign is een hypoechogene zone in de long, die constant is van afmetingen en sterk gelijkt met het beeld van de lever op echo. In het tissue-like sign, dus in de consolidatie, kan zich ook een airbronchogram tonen als hyperechogene opklaringen die overeenkomen met lucht. Vervolgens hebben we ook het shred sign. Dat komt overeen met de lijn tussen normale en geconsolideerde long. Het ziet eruit op echo als een onregelmatige, gekartelde lijn die het alveolair syndroom aflijnt naar de diepte toe. Op het filmpje rechts kan je bovendien ook opmerken dat een alveolair syndroom meestal geflankeerd wordt door een interstitieel syndroom. Dat is ook logisch, want rondom een consolidatie zit vaak longweefsel, waar natuurlijk ook nog inflammatie zich in afspeelt en waar dus er een verlaagde lucht-vochtverhouding aanwezig is. We kunnen ook in het alveolair syndroom hypoechogene zones soms terugvinden. En dat zijn dan de longabcessen. Die zijn heel duidelijk afgeleid, hypoechogeen, met dan een duidelijk mooie rande. Wat zegt dan de wetenschap? Hè? Dus ja, alveolair syndroom is typisch waar we het meeste gaan zien op de spoedgevallen, zijn de pneumonieën. En hier hebben ze eigenlijk echo vergeleken met RX-thorax voor pneumonie en je ziet onmiddellijk een gigantisch hoge sensitiviteit ten opzichte van RX-thorax. En wat dan eigenlijk zeer interessant is in tabel 2, is dat vooral de eerste 24 uur echo echt superieur is. En dat is natuurlijk net belangrijk, hè? Want we willen zo snel mogelijk starten met antibiotica. En het is net dan dat onze RX-thorax vaak nog niet veel afwijkingen toont. Tot slot, hè, in tabel 3 hebben ze dan nog eens gekeken naar de patiënten die tijdens het bezoek aan spoedgevallen toch een CT-scan kregen. Hè, en dan achteraf vergeleken wat waren die hun bevindingen daarbij op echo en op RX-thorax. En daar zie je eigenlijk, dus bijna ongelooflijk, dat uw echo van de long eigenlijk perfect correleerde met CT. Terwijl dat voor RX-thorax van belang niet zo is. Dit is dan een grote meta-analyse die gekeken heeft naar alle studies waarin dat echo-long vergeleken werd met CT van de long als gouden standaard voor het opsporen van pneumonie.
En daar zie je ook weer al een uitstekende sensitiviteit en specificiteit van echo-long. Ik vermeld hier ook nog de obstructieve atelectase, omdat zich dat eigenlijk meestal ook gaat uiten als een alveolair syndroom. Dus een langer bestaande obstructieve atelectase gaat zich tonen als een alveolair syndroom zonder airbronchogram. We gaan ook op de anterieure punten die we in het begin gedefinieerd hebben, vasculaire structuren terugvinden als laadteken. Shift van het mediastinum. En dat is te zien in het filmpje hieronder. Als immediate sign gaan we eigenlijk zien, bijvoorbeeld bij iemand die rechtszijdig geïntubeerd is, gaan we links afwezige lungsliding hebben. En gaan we ook het ontstaan van lungpuls. Dat mooi te zien is in M-mode en dat is het pulseren van de kwab van de long die je op dat moment aan het bekijken bent, samen met de hartslag. Dus samenvattend, het alveolair syndroom zijn twee grote tekenen, de tissue-like sign en de shred sign, zoals we gezien hebben. Wat ook interessant is, is als we die posities die we gebruiken scannen, dus die twee anterieure punten en het plapspunt, dan detecteren we eigenlijk meer dan 90% van de alveolaire consolidaties. Dat heeft Lichtenstein eigenlijk heel mooi aangetoond. We zien vaak dat interstitieel syndroom gaat vaak het alveolair syndroom omringen, omdat er daar ook meer vocht in de long komt. En tot slot is vooral onze echo superieur de eerste 24 uur, wanneer het ertoe doet om alveolair syndroom aan te tonen. Waarbij dat er waarschijnlijk ook een heel goede correlatie is met CT. Zo, we zijn nu aangekomen bij het laatste pathologisch patroon. We zijn begonnen met pleuravocht, 100% vocht. En we gaan eindigen nu bij pneumothorax, 100% lucht. Waar gaan we pneumothorax opsporen met echo? Wel, ja, dat is de twee anterieure punten. En ik bekijk ze alle twee altijd in de halfzittende patiënt. Je zou ook kunnen apicaal kijken, maar dat is wel moeilijker omdat je weinig anatomische referenties hebt, zoals bijvoorbeeld je vleermuis steken, om te weten dat je zeker naar de long kijkt of niet. Er zijn drie tekenen die suggereren dat er pneumothorax aanwezig is. Dat is enerzijds afwezigheid van lungsliding. Tweede, barcode in M-mode, dat gaan we zelfs wel zien. En dan het A-lijn profiel, dus of de volledige afwezigheid van B-lijnen. Zijn er B-lijnen of is er lungsliding, dan is pneumothorax per definitie uitgesloten. Er is dan nog een vierde teken, het lungpoint. Dat is 100% specifiek voor pneumothorax en gaan we altijd proberen op te sporen, maar is niet altijd terug te vinden. Dus afwezigheid van lungsliding, je ziet linksboven, daar gebeurt niet veel. Geen fonkeling, geen bewegende pleuralijnen zoals we die normaal kunnen terugvinden. Rechts duidelijk wel aanwezig. Bekijken we die beelden dan in M-mode, dan zie je ook heel duidelijk verschillen. Links onder is het typisch barcode teken, allemaal parallele horizontale lijnen. En rechts zie je dan het klassieke seashore sign. Nu het probleem is, stel we hebben geen lungsliding en we hebben een A-profiel, ja, daarmee kunnen we niet zeggen, er is hier pneumothorax. Pneumothorax is makkelijk uit te sluiten door de aanwezigheid van lungsliding of B-lijnen. Maar elke long die door een of ander pathologisch proces niet vrij kan bewegen en niet gevuld is met vocht, waar geen interstitieel edeem heeft, gaat afwezige lungsliding hebben en een A-profiel. En daarom is er zoiets als het lungpoint. En dat is eigenlijk, dus je zit in een patiënt met een pneumothorax. En dus er is een punt met je echo zonde terug te vinden, waarbij dat de long bij uitademing de borstkas niet raakt en bij inademing wel. En dat is het lungpoint. Vind je dat terug? Dat is 100% specifiek voor de aanwezigheid van een pneumothorax.
En hier zijn we dus in een patiënt met een pneumothorax. Je gaat zien in het eerste filmpje. We zitten met de echosonde net op de plaats van het lungpoint. Daar ga je zien dat de long verdwijnt en verschijnt. Precies een soort van gordijn dat open en toe gaat. Dat is eigenlijk nog beter te zien en aan te tonen in M-mode, waarin dat je dan een afwisseling van de C-shore en het barcode teken krijgt. De studies die de echo vergelijken met Rigstorix voor pneumothorax spelen zich vooral af bij traumapatiënten. De meeste daarvan hebben een Rigstorix liggend gat, wat de gevoeligheid natuurlijk wel sterk nadelig beïnvloedt. Maar dus in die groep van patiënten is het ook wel weer duidelijk, heel mooi aangetoond, dat echo superieur is ten opzichte van Rigstorix voor het aantonen van pneumothorax. Samenvattend voor pneumothorax, afwezigheid van lungsliding en A-profiel suggereert pneumothorax. Vind je een lungpoint terug, dan heb je diagnose. Heb je afwezige lungsliding, A-profiel, maar geen lungpoint, ja, dan moet je natuurlijk naar Rigstorix of CT gaan. Een pneumothorax waarbij dat het lungpoint zich anterieur bevindt, kan meestal, dat correleert met de radio-occulte op Rigstorix, dus kunnen meestal afwachten en opvolgen. Je kunt bijvoorbeeld je lungpoint bepalen en dan een paar uur later kijken, is het lungpoint meer naar lateraal opgeschoven? Ja, dan neemt de pneumothorax toe en moet er dus wel ingegrepen worden. Is het lungpoint weg en is er overal normaal lungsliding, dan is de pneumothorax opgelost. Zo, we zijn op het einde van de presentatie gekomen. De bedoeling was om een theoretische basis over echo van de long te geven, zodat je nu in staat zou moeten zijn om normale en pathologische longpatronen te herkennen op echo.